Bij ons staat hier man van de match, Team Goossens. 0-1 gewonnen op Herenthout. 26 speeldagen, 68 punten. Zoersel terecht kampioen, denk ik. Vandaag gezien absoluut wel. Het was niet de schoonheidswedstrijd vandaag, maar ik kan wel vertellen, na 27 matchen of 26, yes! dat we absoluut wel het verdienen dit jaar. We steken er met kop en schouder bovenuit en ik denk wel dat het verdiend is, absoluut. Waar denk je dat zelf de sterkte van de groep ligt van dit seizoen? 26 wedstrijden niet verloren, wil toch iets betekenen? Ja, absoluut. Ik denk eerst en vooral, we zijn met 30 kameralen. Geen ene steekt er bovenuit. We zijn geen ego-trippers. Ik denk dat dat sterkte is van Zoersel. Maar ook eigen jeugd en iedereen hangt aan elkaar. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is in het voetbal. Absoluut. Zelf kan je ook terugblikken op een enorm goed seizoen. Ik denk 11 keer de nul ondertussen. Laatste week geen enkel tegendoelpunt. Vandaag ook weer 3 cruciale reddingen. Hoe moeilijk waren die ballen vandaag om te pakken de tweede helft? Ik stond scherp natuurlijk. Hè. Wel de supporters, nog eens maar wel dank voor de supporters. Dat geeft een kick. En ik denk dat het wel belangrijk was dat we zeker als die nul houden. Maar ik voel me goed in mijn vel en dat doet veel. En vanavond nog een zwaar feestje veronderstel ik of gaan we recht naar huis? Ik hoop dat mijn vrouw ermee akkoord is, maar absoluut wel een feestje. Absoluut. Okay. Nogmaals, dikke proficiat Team Goossens en volgend jaar tweede provinciale. Wat zullen de ambities zijn? Eerst en vooral in blijven, maar ik denk met gezonde ambities. Rond de middenmoot of zoiets. Dat zou wel absoluut tof zijn om te spelen. Absoluut. Oké, we zijn nu kampioen. Nog 4 speeldagen. Wat moet de volgende ambitie zijn? Want hier mag het toch niet stoppen, hoop ik. Nee, ik denk dat we hebben nu 7 maal achterin de nul gehouden, of 6 maal. Ik denk dat we die reeks gaan voortzetten. We hebben nog altijd niet verloren. Ik denk dat ook wel een belangrijk meespeelt in de clubgeschiedenis. Dus we gaan zo lang mogelijk blijven ervoor spelen, absoluut. Dankjewel Team Goossens en feest maar goed vanavond. Ja, dat zullen we zeker doen.